Hey jongens, hallo jongens, en voor mij dan hebben jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van mij. Ja, vandaag. Oh leuk. Vandaag gaan we Minecraft spelen zonder webcam. Want mijn OBS doet kut. Nou goed, dat hoeft op zich geen probleem te zijn, weet je wel. Maar ja, nu zit je wel zonder mijn kutkop. En volgens mij is dat eerder een voordeel dan een nadeel, zou je bijna denken. Oké, nou goed, we gaan nu even lekker Minecraft spelen in de hoop dat we niet sterven in onze slaap. Let's go. Ik heb ook nog een extra. Oh. Ik ga dood. Krijg de gouden pik. Is dit was dit serieus je intro? Ja. Ja, wat zei ik? Ik zei toch, ik ga er niet in knippen, maar ik ga er niet al te veel moeite in stoppen, weet je wel. Kijk, Oh. jij wilt eigenlijk streamen. En ik wil eigenlijk er wel in knippen. Maar goed, daar ben ik eigenlijk te lui voor. Dat vond ik heel grappig. Maar hij moet gewoon even. Hoezo? Hoezo jij niet. Doe gewoon even mijn webcam hier. Hij heeft gewoon echt geen zin in mijn webcam. Maar wat een gezeik. Of heeft hij mijn webcam verplaatst of zo? In de prullenbak verplaatst. Oké, nou let's go. Nou ja, ik weet het allemaal niet. Kijk, volgende keer wel weer. Ja. Eigenlijk in de prullenbak geplaatst. Waarschijnlijk wordt dit een hele lange video van echt 45 minuten gewoon ruw materiaal. Dus weet je Milena, eigenlijk is de kunst nu om de hele tijd te blijven praten, zodat de mensen de hele tijd geïnteresseerd blijven naar de video, weet je wel. Dus Maar eigenlijk. niemand interesseert zich iets van wat wij doen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar professionele YouTubers zouden nu gewoon de hele tijd door blijven praten alsof het wel gewoon geknipte video's. Want dat is ook een beetje de kunst van YouTube, hè? Je moet gewoon zo lang mogelijk blijven praten zodat je minder hoeft te knippen. Dat is de hele kunst ervan. Maar goed, kijk, zolang je dus wat ik dus wil, dus eigenlijk gewoon een helemaal ongeknipte video erin typen. Dat is wat ik dus eigenlijk wil. Dus ik wil gewoon lekker. Dus ik moet eigenlijk gewoon de hele tijd praten. Zolang ze dat mensen blijven luisteren, weet je, anders zitten ze niet van hé, hey, wat is dit nou voor pauperstilte, weet je wel. Dus dat we gewoon de hele tijd door blijven praten. Kijk, dat is op zich prima, weet je wel. Want goed, kijk, jij weet ook, wij kunnen gewoon. Het zit in onze genen om de hele tijd door te blijven praten. En op een gegeven moment af en toe even ademhalen. Maar goed, daar gaan de mensen dan maar mee akkoord, weet je wel. Dus ja, we zijn nu momenteel even op midden voor het geval dat het je interesseert. Ik pak even mijn helmet. Maar ja, wat ik dus zeg, dat we moeten eigenlijk beter blijven praten. Want dan blijven mensen kijken ongeveer. Nee, ik denk dan sowieso wel deze video niet gekeken hoor. Want het interesseert allemaal geen ene hond wat wij aan het doen zijn. Daar heb je ook al een kern van waarheid in zitten, inderdaad. Dat mensen het geen ene flikker boeit van wat we aan het doen zijn. Maar goed, ja, het is toch ook wel gewoon weer leuk of zo, weet je wel. Gewoon de hele tijd zo praten. Het is ook wel weer gewoon leuk om af en toe even lekker zo lekker de hele tijd praten. En worden die stembanden worden daar ook weer lekker getraind, weet je wel. Lekker gespierde stembandjes, weet je wel. Dat is ook een hele machtige die te hebben. Ik weet niet waar jij bent op dit moment, want ons hele team is momenteel al Ja, dood het door het begint film. Laten we even te regenen, dus ik moet teruggaan. het Nee, zonneschermen in laten we doen. even terug doen. Oké. Dus jij bent momenteel helemaal kapot gemaakt, of niet? Want kon een slag geïncasseerd worden? Ik Ik weet kan niet of het het niet lukt. aan. Ik weet niet of jij. Ja, nee, doe lekker je ding, joh. Doe lekker je ding. Flikker ook maar lekker op, weet je wel. Moet het mij wat? Moet het Ik mij wat bedoel. doen, niet al even doen. Ja, ik doe dan lekker het zonneschermpje naar beneden, joh. Moet me toch geen Ik ene ga flikker wat dood. jij nu aan het doen bent. Nee, ik bouw je wel in, joh. Hup. Lekker inbouwen, lekker inbouwen. Hup. Ja, lekker erin blijven staan. Lekker bezig. Hartstikke idee. Ze gaan ze nooit vinden, joh. Lekker door blijven gaan. Lekker ben je wel. Gewoon lekker bezig. Nou goed, wat ik dus zeg is dat het eigenlijk geen flinke boeien waar. Nou, want Milena is momenteel dingen aan binnen aan het draaien. Hoe dat we een zonnig zijn, omdat het begint te regenen. Maar ik weet niet waar ze aanlast van hebben, want bij mij buiten is het gewoon lekker zonneschijnen, joh. Oh, wacht, ik weet misschien al waarom mijn Discord dingetje niet doet. Dan moet ik deze er even uithalen. Dan gaat mijn OBS hier en gaat het minder zeuren misschien. Nee, heeft er geen zin in. Oh, zullen we jullie zien over? Ja, nou goed, komt er weer helemaal goed. Nou goed, wat ik dus zei, waar zijn we gebleven? Daar zit waarschijnlijk. Oh nee, die liep natuurlijk naar beneden, dat is waar ook. Ik zat even ernaast, inderdaad.
Ja, maar dat maakt het ook niet uit voor de rest. Ik ga even kijken of ik ondertussen nog even deze troep naar Berlijn kan tippen die zo hier, hier binnen zit. Hoe kijken, kom ik hier niet meer uit? Kan doen. Nou ja, gaan maken of zo. Kijk even of er nog wat in je inventaris zit wat je kan gebruiken. Want ik had je wat gegeven, wat spul. Ik weet niet of je er wat mee kan. Open even je inventaris, want ik had je wat spul gegeven. Oké, okay, maar goed, als je er niks mee kan, weet je wel. Dan moet je lekker zelf wat doen met je leven, weet ik veel. Als het niks is, dan flikker je het maar weg hoor. Want daar ben ik wel gewend van. Nee. Dat ik je weer spullen geven, dat je dan weer zit bij deze troep. Ja, natuurlijk wil ik lava, jongens. Dat dan volgens mij. Wie wil er nou geen lava vandaag de dag? Vandaag de dag kan je niks zonder lava, weet je wel. Je bent allemaal zo op het scherm, die ziet jezelf geplakt, weet je wel. En lava is ook wel handig. Maar nee, water hoef ik toch niet, man. Wil je me vergiftigen of zo? Maar goed, in ieder geval eens even kijken. We zijn maar momenteel 5 minuten bezig. En ik heb geen zin meer om te praten op dit moment. Dus maar goed, ik blijf wel lekker doorgaan. Hé, kijk nog bij lava. Leuk joh. Een blok op CDN, dat is waarschijnlijk met water gedaan. Oh, leuk, nog een extra lava-bucketje. Een lava-bucketje wil ik wel altijd. Ik weet niet of mensen het nou echt zo fijn vinden. Nou ja, zo dus ze vinden het vast wel fijn, hoor. Hoezo zouden ze... Wat hebben ze liever, een stilte of mijn prachtige stem in hun oorschelpen? Ik had het wel geweten. Godverdomme, ik word er helemaal aan verkracht. Mijn vuist diep gaat het zwaardje. Dat is echt niet normaal, dit. Oké, ik word echt compleet verkracht hier. Dus dit gaat echt richting mezelf. Dit gaat echt richting verkrachting hier, wat nou bij mij gebeurt. Ja, bij mij ook wel een beetje, ja. Oh, ik snap het wel dood. Godverdomme. Hoe hij rent sneller dan dat ik dat doe, dat vind ik een beetje onzin eigenlijk. Blijkbaar was het zo'n stem. Toen heb ik maar een koekje gepakt. Wat zei je? Blijkbaar was het zo'n scherm al in, dus toen heb ik even een koekje gepakt. Wat ben jij een vreedzak, zeg? Ja, nou, maar valt jou dat eigenlijk wel op, wat een vreedzak jij bent? Nee. Ja. Maar ik heb gewoon al de hele dag alleen maar lekkere trek. Ja. Ja, dat mag. Het ruikt er zo van uit in de fik staan, wacht even. Ja, dat kan, hè? Dat sluit ik niet uit. Ik zie ook, ik weet niet, het is wel heftig voor hier, dus Wat is het? Maar anders is het bij mijn overburen. De fik? Mhm. Oké. Hey, maar ik heb mijn webcam aangekregen, weet je wel, dus de mensen kunnen nu maar prachtige kopjes zien, terwijl ik ben eigenlijk aan het spelen ben. Is dat zo? Ja, ze kunnen nu mijn kopjes zien. Wat ik, mooi. Ik moest even mijn kopie bij Discord eraf sluiten, weet je wel. Video. Oh. En dan kon ik hem erin zetten en dan konden ze mij ook zien, weet je wel. Ik weet niet of ze me willen zien. Ik weet niet of ze me willen zien in ieder geval. Nou kan ik jou niet meer zien. Nee, flikker het lekker op, joh. Nou, wat is dit nou weer? Nee, maar ik weet niet of ze me willen zien. Ik denk het wel, want wie wil ik nou weer niet zien. Nou, flikker lekker op dan. Nou, maar wat ik zeg, ik weet dus niet of ze mijn kopie willen zien, maar dat denk ik wel, want wie wil mijn kopie nou niet zien, hè? Nou ja, ik. Nee, dat heb je nu voor elkaar gekregen. Het is een grapje, Jezus. Ja, deze kist moet je even openen en deze troep zit nog wel wat leuks in voor jou, volgens mij. Nou goed, ik ga even... Ik doe deze knop het weer, want dan kan ik even de options, controls... Control gaat naar shift, shift gaat naar control. Dan. Zo, haar dicht doen van de vader. Er zijn trouwens 2 mensen vermoord inmiddels al, hè? Oh, echt, ons hele team is op een killing spree. Nou, het is wel lekker bezig. We gaan iedereen kapot maken die op mijn weg komt. Is dat duidelijk? Hey, Penguin! Ik ben hier samen met de Penguin! Hi! How you doing? Wat? Nee. Hey! Ik ben met de Penguin aan het praten! Kikkie! Ben je een jongen? Ben je een jongen? Moet jij eens even vertellen, ben je een jongen?
Hey, praat waar eens ben tegen. jij? Ja, in ergens in het midden, al weet ik veel waar ik ben. Ik wil van weten of hij jong is. Ben je jongen? Ben je jongen? Ben je jongen? All kids. Hey, all kids, ben je jongen? Ik ga jou zoeken. Ik verkracht deze gozer toch echt even heel team. Hier, kom dan, vriend. Hop! Ik heb een kill. Ben jij nou dood? Nee. Wat denk je dan niet van me, dat ik dood ga of zo? Yes. Maar Alkits. Hij wil nu op hij. Ben je een jongen? Hey, Alkits. Ben je een jongen? Hey, Alkits. Hey. Dief is boef! Ik ben meisje. Nee, meisje. Top. Top. Ik word in mijn armen gepakt. Ja, is goed, joh. Godverdomme, nog ja, die lava die staat er al een tijdje. wat zegt ze nou? dit is het account van mijn opa en oma, zeg maar, waar die iedereen op... Wat? Ik ga alkeer slash party in invite all kids. Ja! Join the party! Zit Alkits hier, man? Waar gaan we hier even naartoe? Alkits, join the party. Team. Hello! Alkits, help me. Ja. Yeah! Yeah. Oh, kids. Oh. Ja, wet ik. Fijn. Fijn dat ze wet is. Ik weet het. Oké, okay, top. Corrigeer het nog even. Kijk, maar dit is de topaflevering dit. Ik voel het nu al. Deze aflevering gaat heel veel losmaken bij de mensen thuis. Ik voel het. Ik voel gewoon dat mensen dit willen kijken met al kids. Maar mijn account, maar mijn naam komt van het account van mijn opa. Ja, ja, dat zei je. Valt nu in herhaling, oh. Alkits. Je valt nu in herhaling. Goed, dat krijg je op die leeftijd natuurlijk. Menu. Ik ga zo meteen even goed. Ik ga even ondervragen, hoor, die Alkits. Want ja, we moeten, ja, weet je wel? Ja. Even voor informatieve redenen, weet je wel? Oh, het kan echt alleen maar fout gaan dit. Mijn computer space een beetje. Ja. Space cake. SSO, wat is SSO? Ik zoek het wel weer even op. Wat is SSO? SSO. Single sign on. Single sign on. Nee, dat ken ik niet. Oh, kut, ja. Ik zie nu jouw kop, dat wil ik helemaal niet. Komt? Komt? Wat zei je nou? Ik zie nu jouw kop, zei ik. Zit jij in mijn kop? Nee, ik zei, nu zie ik jouw kop. Dat wil ik helemaal niet, oh, zei je. Met je kont. Nu zie ik jouw kont. Nu zie ik jouw kont. Dat wil ik helemaal niet. Down to lame. Ik ga je laten zien hoe ik poep.
Poep. Ja. Lekker. Poep is ook gewoon heel ontspannen zo af en toe. Ja, heb jij wel eens gezien hoe de poep uit de kontgat komt? Nee. Oh, dat moet je ook niet kijken. Het is een beetje vies. Dus. Ik 16. Jij oh, bent... kut. Beter niet op YouTube doen. Jij moet nog zeggen hoe oud je bent. Wacht, hoe heeft zij al gereageerd daarop? Ja, ze is 13. Kijk jongens. Ik ga bouwen. Ik zit er niet achter. Er is iemand op het eiland. Oké, fijn. Ik moest heel veel mijn video vol met content duwen. Dus jij zei zoek dit niet op. Ik heb het opgezocht. Nou, jij zei zoek niet op hoe poep uit je kont komt. En ik heb content nodig, dus ik heb het gedaan. Heb je het gekeken? Nou ja, niet letterlijk een filmpje of zo, maar ik heb gewoon wel iets gekeken. Gewoon plaatjes. Maar flikker op, joh! En was dat leuk? Nou, plaatjes. Nou, ik kon niet echt een gedetailleerde foto zien van hoe het er nou uitzag. Oh. Ik zag wel een kont waar een puist op zat. Verdomme. Nou ja, goed. Weet je wel. Dat vind ik een beetje vies. Nou, ik heb toch ook content nodig? Ja. Weet je wel. Ben jij nou al dood? Ja. Al kids niet. Zal ik even de... Ja, nou goed. Al kids? Waar is al kids? Oh, hier. Op de boom. Op de boom, op de boom, op de boom. Op de boom, op de boom. Zullen we gewoon weer iedereen hun snap vragen? Hoe? Iedereen hun snap vragen. Nee, de snap. Wat we wat we al eerder deden. Is wel content. Ja. Wacht, we vragen het zo meteen eerst aan Alkid. Leuk. Oh, ik heb het al gevraagd. Ja, nee, oké. Okay. Wie wil mijn snap? Ik! Wat is het? Laagstreepje 1, nee. Graag. Oh, jij krijgt toch zo meteen de papero's op je dak? Voeg me allemaal maar lekker toe. Ik heb de volgers nodig. Oh, kids. Nee, doe het zo meteen even in. Oké. Nee, ik zou het zo meteen. Wat? Ik zou het zo meteen in het team vragen, want dan heb je niet al die shit ertussen. Oh. Hey, all kids! Er is ook iets naar beneden zo. Ik vind het helemaal leuk. Let's go. Let's go. Heb je snap? Oké, gewoon let's go. Dus gewoon op, heb je snap. Ze is 13. Thomas heeft me toegevoegd. Oh ja. Thomas heeft me toegevoegd. Heet hij Thomas. Wat een homo. Wat een homo. Wie noemt zijn kind nou ook Thomas? Ja, echt zo.
Dan ben je toch wel, dan heb je toch wel echt gefaald als ouder. Wat gemeen. Heeft ze nou al gereageerd op mij? Nee, wat zei je? Ik zou het nog een keer vragen. Wat is je snap? Of heb je snap? Ik zou eerst vragen van heb je snap, want ze is 13. Dat is net de leeftijd dat in principe legaal mag, want je mag pas van je 13e sociale media. Oh. Items. Oké, we zijn aan het aanvallen. Oh, rip. Hey, verkracht me niet. Gas, ik ben nog helemaal niet klaar ervoor. Maar hey, kom maar aan hoor. Waar is hij? Is hij? Misschien moeten we ook niet met z'n vijf in elkaar lopen. Oh, kut. We gaan gewoon lekker door met z'n vijf in elkaar lopen. Wacht, laat mij dit doen. Nee, je bent heel goed. Ik pak ze! Oh, ik je zit bent achter al. Ze. Wacht, ik ga even naar beneden. Help, help, help. Ja, ik word toch compleet geneukt hier. Dat is niet normaal. Ik denk een appeltje. Hij probeert weg te gaan, die vierspeuk. Oeh, ik moet even schuilen achter jullie. Nee, hij gaat weg! Kut! Ik heb letterlijk één hartje, dus dat was echt op het nippertje. Oh, ik heb hem! Gesniped! Wat een noob. Hoppa, lekker eten, lekker. Hoppa, op je bel. Hatsiek idee. Weg ermee. Oef, maar, me. Ik weet niet eens wat mijn snap is. Oh. Wat is mijn naam? Waar kan ik mijn naam zien? Dat is goed hard. Ja, dat is een goede vraag. Thomas RR. Even kijken, ik kan wel voor je kijken. Je heet ja. Thomas. Ik weet het al. Ik weet het al. RR07. Hey, hoe vind je die naam? Dat is toch echt een topnaam. Maar waarom RR? Robert Rode. Oh. Wat leuk. Ja. Oh, daar komen mensen. Wat leuk. Daar komen mensen. Zo, maar ik ben niet. Zo, what the fuck is dit voor gozer? Maar what the fuck? Dit is een hacker. Ik werd 500 triple gesmashed gewoon dat achter elkaar. Dat is een hacker. Wat een lullo. Nu moet zij er toevoegen in plaats van dat we, als zij nou gewoon haar naam zijn, dan konden wij haar toevoegen. Dat was makkelijker geweest. Oh, kut. Hey, ze heet Sanne, denk ik. Sanne? Ja, want Sanne heeft mij toegevoegd. Yeah! Even voor de mensen. Oh, Sanne. Ja, Sanne heeft Sanne me toegevoegd. Sanne staat te piepen. Accepteren. Ik vind dit leuk. Hi. Hey, ik ben het Alkis op mijn. Oh, Thomas is ook aan het typen. Ik ben nu 3 Thomas op Snap. Yes. Leuk. Ik ben Milena van Annelim 19 op mijn. Thomas zegt hey. Ik weet niet of mensen het kunnen lezen. Hoe gaat ie? Enig vind ik het. Ik vind het
Ik wil eigenlijk wel, weet je wat het is met zoiets? Ik wil eigenlijk wel gewoon gelijk de kop zien, weet je wel. Ja. Dat moet je dan een beetje beginnen los te puiten. Hoe heet dat? Los krijgen. Lukt het? Ja, ik krijg af en toe wel zo'n beroerte thuis. Doe je niks aan, weet je wel, dat krijg je gewoon. Ik wil dat dan ook wel, inderdaad. Zou ik het gaan sociaal vragen? Gaan bouwen. Ik heb niet eens een zwaard, jongens. In de kist boven zit er vast wel één. Volgens mij zit er hier één. Nee. Hé, hey, visjes. Hier, paal. Je moet even kijken. Hier is een zwaard voor jou. Kom eens hier. Ja, ik heb er al een. Ja, godver, zeg dat dan. Hier, neem hem alsnog. Ik raak die potion gewoon terwijl ik niet eens lekker geconcentreerd met hem zit te kutten. Nou goed, ik denk het wel. Ik heb slecht broekje, maar goed, dat mag, hè. Wat zei je nou? Ja, nee, ik zou een beetje mezelf te mompelen. Hey! Ik heb een broek. Broek? Zij moet schoenen. Geef maar broek. Hier, neem schoenen. Oh. Ik wil broek. Nee, ja. Die heb ik je gegeven. Nee, helemaal niet. Maar heeft Sanne hem opgepakt. Sanne! Godver Sanne. Je hebt zijn broek opgepakt. Doe lekker je eigen broek aan of zo. Heb je chain broek? Ik weet wat je doet. En je doet dat zo zoet. Oh, ik moet zich poepen in je broek. Oh, lekker poepen in broeken. Ongelofelijke anus. Zo, maar deze skin is toch standaard die deze persoon heeft? Stiefus. Ik heb er een. Lekker. Oh man. Ik speel een beetje veel. Hij heeft zijn heks aangezet, hoor. Auw, hij heeft zijn heks aangezet. Hoezo? Waar is hij? Oh, wow. Hij staat echt, of hij staat echt heel intimiderend boven. Ja. Ik heb mijn broekje gekregen. Hier, wat een vieze vuile. Wat ga je doen, hè? Uitkijken, want daar slaat je er afstand. Boven dus jullie, bij mij en bij Sanne. Kom op. Nee, dit wil ik nooit. Hij heeft een slag extra gehit. Zou ik een foto sturen van mijn kopje? Ja, stuur naar zo'n foto van je hoofd. Zou ik het echt doen? Ja, ik ga een filmpje sturen. Zo'n filmpje en dan... Dat lijkt me over haar met het licht. Tevens. Oké. Echt een catfish. Oké, dit is leuk. Wacht, ik wil... Kan je even... Oh nee, kut, sorry. Hoort ze jou op de achtergrond? Nee. Weet ik niet. Ik stuur naar jou wat ik ook naar Sanne heb gestuurd. Wacht. Enig. Oei. Lekker aan het mijn krachten. Zij heeft hem geopend. Hey, wat gaat ze reageren? Ook lekker hoor. Ik ben ook aan het mijn wachten. Maar wij zien er nu niet heel catchvisserig uit hoor. Echt, we voegen er toe en het is van, hey, hoe zit je leven ervoor? Dat is niet verdacht. Oh, ik heb er! Heb je er? Ja.
Bij mij reageert ze gewoon niet. Ze heeft toch open, maar ze stuurt niks. Zij heeft een beugel. Oh, wat leuk, ik ook. Jij ook. Beugel, Becky! Hey, beugel! Hé, hey, we hebben allemaal een beugeltje. Ik heb het op beeld laten zien, dus in principe als ze jou niks toestuurt, dan kan je net alsnog terugkijken in de video. Oh, chill. Zij denkt van, oh, hij kan het nooit meer terugzien, dat is heel fijn. Nou, moet jij, ja, moet jij eens weten. Oh, ze stuurt ook naar mij. Oh. Ze ziet er best prima uit op zich. Ik had echt een heel ander iemand verwacht. Ja, ik ook. Ik had echt een ja, wat, ik weet niet wat ik verwacht had. Ik ook, maar ze ziet er wel. Oh, kut. Ik val. Wat denk je? Oeps. What the fuck deed je? Oh, jongens. Ja. Yeah. Zij viel ook. Wat? Zij wat gebeurt er allemaal? Zij valt ook. Ik heb het op beeld. Yes. Oh. Wat zijn wij goed, zeg, met z'n allen. Echt zo? Nou, Milena, spring er ook even vanaf. Wacht. Ik ben gewoon een heel gesprek met Thomas aan het voeren. Je moet ook even een foto van hem los krijgen. Van Thomas. Gaan we kijken wie de beter uitziet. Die Thomas of deze Thomas? En ik weet het altijd al. Ik hoef het niet eens. Hé, man, flikker uit. Banaan is zijn naam staan. Ik ga deze gozer pakken. Kutbanaan. Hoop. Opperbanaan, god heet hij ook gewoon. Nee. Kutbanaan. Nou goed. Ik had er nog wel één, gelukkig. Oh, dit zijn duo's van. Opperbanaan, god. Ja. Gee. Hij gaat toch spijt krijgen van zijn naam over een paar jaar. Dat is echt zo'n naam die je bedenkt als je 7, 8 bent. Dan denk je niet na over. Nou, je echt toekomst. Dat is zeker waar. Maar goed, wij zijn nu al 33 minuten bezig, Milena. Jeez! Jij zei dat je tussen de 30 en 45 minuten moest gaan. Nee, ja, ik heb nog 5 minuten, zeg maar. Oké. Manuton. Dus we kunnen nog 5 minuten. Oh, ik heb geen zin om te fietsen. Ze zegt, waarom lijk ik zo jong vergeleken met jou? Dat zegt gewoon net. Ja. Nou, wat zielig. Ja. Ik vind er helemaal niet zo jong lijken, hoor. Maar anders moeten we even vragen of ze Discord heeft. Oh ja! Vragen we zo meteen wel. Dat is een goeie. Oh, kut. Doe deze wel. Zo. Hey, is goed. Klaar. Dat is fijn. You know, lava. Ja, dat kan.
kan neem lava. Ja, we zijn er wel gescheiden van. Van. Wat ben je? San, we zijn wel gescheiden van Sanne, want het zijn teams van twee, zeg maar. Oh. Dus we moeten even. Oh ja. Naar haar toe bouwen of zo, denk ik. Waar zit zij? Team 4. Team 4. Let's have a look. Let's have a poek. Dit is team 8. Team 10. Nou, dat is het allemaal niet. Team... Stop eens met kruidje. Is dat? Is dat er? Ik gok dat ze deze kant op moeten. Nee, niet schieten. Ik weet niet of dat er is. Meen je dat? Ik weet het niet. Nee. Nee. Had wel een beetje dezelfde kleur skin, dus ik dacht van... Ja. Oké, okay, heb je Golden Apple? Ja. Oh, wacht. Hij loopt nu weer ervandoor. Wacht. Ja, jij hebt moeite met zulke sprongen. Dus... Ja! Oeh, pas op! Wel springen op wacht het eind. Een helm. Wel springen op het eind. Oh. Oké. Oké, en die gaan die gozer daar neerhalen. Oh, ze is de... Wacht. Dit is de banaan! De oppergod. Oppergod banaan! Kijk uit, daar zit een gat. Een gat? Ja. Oh ja, ik zie het. Daar moet je niet in. Ik ga kijken waar ze is. Ja, volgens mij is ze dood. Oh. Ja. Kom dan. Fucking meat. Laten ze weer laten zien wie de betere banaan is. Noob. Jij ja, bent de echte banaan. Ik ben de echte banaan. Ik verdien de naam. De echte, echte banaan. Probeer mijn naam te stijlen en ik maak je mentaal en fysiek helemaal kapot. Kom op, banaan, pak! Jij moet even zeggen of ze schieten. Oh. Nou, laten we maar bouwen. Hey, trouwens, mijn knoppen doen het weer of zo. Dus ik kan gewoon weer met mijn normale controle spelen. Lekker. Troep. Hey. Is dit nou een wijf? Wat een nonsens. I call bullshit. Oh, schat, maar zij lag niet. Hallo. Ja, ik hoor je. Hallo? Ja, ik hoor je. Hoor jij mij? Ja, dat zeg ik net. Maar ja, mij niet. Dus dat is zacht. Hoor je me wel? Maar heel zacht. Nou, dan moet je me wat harder zetten. Ah.
Oh, ik heb je nu hard. Wat leuk. Hoezo ben je er vandoor? Ik moet gaan. Oké, top. Nou, leuk wel. Dat wij nieuw mensen hebben ontmoet. Yes. Tijd van mijn leven gehad. Echt zo? We hebben wel een beetje weinig gewonnen, vond ik. Nee, maar het gaat ook om de plezier. Oh, dat is echt compleet onzin. Maar goed. Ja. Ja. Mijn neus is mee wild. Maar anders blijf je gewoon in de Discord komen. Ga je ondertussen wel gaan inpakken en dat soort dingen. Want dan kunnen we wel gewoon. Ja, dat ga ik doen. Ja, doe dat. Ja, dat ga ik. Oh nee, ik moest de dokter bellen. Ja, doe dat op de luidspreker terwijl ik erbij sta. Maar ik zit nu met jou op Discord. Dan kan ik niet de dokter bellen. Snap je? Ja, dat snap ik. Maar, ja, snap ja. Ja. En bel gewoon via je computer. Nee, die is nou al uit. En okay. Er stond geen meer op. Dus ja. Nou, mijn iPad heb ik niet meer nodig. Pleuren in de prullenbak. Dat is een grapje hoor. Oh! Nee joh. Ja, ik dacht, ja, weet je. Ik dacht, ik weet niet of je dat nou begrijpt of niet, maar. Ja. Dat zeg maar voor de zekerheid. Nee, mooi. Ja. Maar wel fijn dat je het snapt. Ja. Dat je het begrijpt. Ja. Ja, maar vind ik ook wel fijn, ja. Ja, weet je. Soms heb je zo van die miscommunicatie en dan zit je eigenlijk vast. Ja. Ja. Oké, okay, maar waarom ging jij de dokter bellen ook weer? Ja, ik ga nu even bellen en dan kom ik bij je terug. Maar waarom belde je ook weer de dokter? Voor hooikoort. Oh ja. Ja. Oh. Oké, dus ik kom weer zo terug. Ja hoor. Oké. Wow! Oh, wacht, ik doe het even hier zo. Nou. Jongens, mij bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je leuk. Ik ga vast toch wel een keertje nog een keer uploaden of zo. Weet niet. Komt goed, joh. Nou, joejoe.